Ik denk dat dat een mooi begin is. Ongemakkelijk begin, maar ook een heel mooi begin. Ja, nou, dat meen ik heel erg. Ik geloof dat ik was toevallig laatst weer eens in Stedelijk om me te storen aan wat daar gebeurt. En daar staat voortdurend bij ieder kunstwerk dat het belangwekkend is en zo. En dat vind ik toch meer teksten voor in de kerk is nou net de enige plek die niet belangrijk is. Ja. Dat is wat hem zo belangrijk maakt, die plek. Maar wat je daar doet is... Goed, dus dat wilde ik even zeggen. Nee, ik denk dat is goed. We gaan langzaam... Achtervolgt me dat. Mijn hele introductie gaan we langzaam woord voor woord terug proberen te nemen. Misschien is dat een goed begin. Je ging naar Stedelijk en je ergerde je. Waarom ergerde je zo aan Stedelijk? Ja, ik voel me nu al helemaal schuldig dat ik nou het gesprek die kant op duw. Maar... Ik aan de ene kant hou ik heel erg van kunst, wat ik dan. Maar zodra het belangrijk wordt gevonden, zodra er een soort religieuze plechtigheid omheen hangt, dat het ons beter maakt, dan ondermijnt het volgens mij waar het voor is. Ik denk je hebt religie en bij religie zijn er bepaalde zekerheden van hoe je wat belangrijk is en wat niet en hoe je je hoort te gedragen. En dat is het domein van God. En ik zou willen geloven dat kunst en satire, en ik durf ze zelfs wel vol te houden dat eigenlijk iedere goede kunst een vorm van satire is. Dat is het werk van de duivel. Dat is per definitie is dat ondermijnend. Dat is per definitie vragenstellend en geen antwoorden geven. En dat, natuurlijk kan je dat dan ook belangrijk noemen, maar zodra je dat dan te serieus neemt, dan is het dood. En dat is wat er vaak gebeurt in de kanon van de hedendaagse kunst. Dan staat er verontrustend belangwekkend. Ik las vandaag in de Volkskrant even de shortlist van de genomineerde kunstenaars van de Volkskrant Kunstprijs. En daar las ik ook weer een aantal van dat soort dat het heel belangrijk was. En ik dacht, ja, ik heb liever grappig of mooi als uitgangspunt. En belangrijk, dat moet je het voor jezelf maken. Ik kan dit glaasje ook heel belangrijk maken voor mezelf door te gaan schilderen en door er heel lang naar te kijken. Maar het glaasje zelf is niet belangrijk. Dat is de concentratie die ik als toeschouwer ergens op besluit te kiezen. Maar zodra dat glaasje zichzelf belangrijk gaat vinden en daar een consensus over ontstaat dat glaasje belangrijk is, dan krijg je een cultus. Ja. Dat zie je ook wel in hedendaagse kunst. Dat is heel jammer. Ja. Dus ben ik blij dat ik een genre heb genomen wat zich meestal niet serieus genomen wordt. En dan ben ik altijd heel rancuneus over. Dan word ik serieus genomen. En dan is het eerste wat ik doe, is daar tegenin gaan. Ja, dat is lekker. Ik merk het. Ja. Dus. Is dat je cultuurwetenschappelijke achtergrond? Ik las ergens dat je cultuurwetenschappen hebt gestudeerd. En in de cultuurwetenschappen is het natuurlijk zo'n reusachtig debat. Dat vroeger was cultuur, hè, dat, wat de BBC nog steeds voor die embetterment of the people noemt. En langzaam werd dat met het postmodernisme een veel democratischer iets waar dat helemaal niet noodzakelijk was. Speelt dat een rol daarin? Nee, althans, ik heb die studie is natuurlijk vrij lang geleden. Ik heb daar heel veel geleerd, maar dat proces van begrijpen wat niet belangrijk is, kwam eigenlijk pas na mijn studie. Omdat een van de verwarrendste dingen, jullie zijn er ook nog. Een van de verwarrendste dingen die ik meekreeg tijdens mijn studie, is dat je de hele tijd kijkt naar meesterwerken en je leest de hele tijd mensen die hun beste boek en hun beste dit. En dan krijg je dus de indruk dat, wij keken ook wel veel naar kunst en literatuur, dat iemand besluit om een meesterwerk te gaan schrijven en dan zich heel erg concentreert en dat het dan lukt. Terwijl ik langzaam, hoe meer meesterwerken ik zelf maakte, dat ik er langzaam achter kwam dat die mensen die ik heel erg bewonderde, laat ik het bij mezelf, dat eigenlijk mensen waren die gewoon deden wat ze leuk vonden en probeerden iets te maken dat wel heel serieus namen voor zichzelf, maar daar eigenlijk veel meer aan het spelen zijn met iets te maken. En dat dan soms besluit de buitenwereld van, ja, dit is heel belangrijk. En soms besluit de buitenwereld dat niet. En soms ben ik het daarmee eens en soms niet. Maar het maakproces, dat realiseerde ik me helemaal niet toen ik bestudeerde, is dat van een spel. Ik denk dat, ik herinner me het moment dat ik las een keertje, dat is vrij lang geleden tijdens mijn studie, dat Kafka de gedaanteverwisseling had geschreven. En dat hij het voorlas aan zijn vrienden, gierend van het lachen. Wat had hij namelijk bedacht? Stel dat iemand in een kever verandert. Hoe is dat?
Nou ja, en dat had hij heel goed gedaan. En dat was het uitgangspunt. Gewoon iets helemaal doorvoeren. En dan door een samenloop van zijn talent en hoe het ontvangen wordt, dat komt zoiets opeens bovenop de stapel. En tuurlijk is het een heel erg bijzonder verhaal, wat voor mij heel belangrijk kan zijn in mijn leven. Maar het verhaal zelf is niet belangrijk. Het is hoe belangrijk je het zelf wil maken. Ja. Ik denk dat dat een heel mooie link is naar het eerste filmpje dat we hebben. Dat gaat over meesterwerken en belangrijke boeken die misschien wel niet zo belangrijk zijn. Zullen we daar naar kijken? Het wordt een beetje zomergastenachtig, maar zullen we daar naar kijken? En als... Ja, ik heb het alles gezien, denk ik. En dan zegt iemand opeens tegen mij, zeg Micha, wat vond jij eigenlijk van Joe Speedboat? En denk ik, ja, als ik nu zeg, dat heb ik niet gelezen, dat komt niet heel intelligent over. Ik wil ook niet liegen, dus dan hoor ik mezelf zeggen, nou, ik lees eigenlijk geen Nederlandse literatuur meer. Dat klinkt een stuk intelligenter. En dan zie je ook meteen de helft van de groep denken, oh ja, Nederlands literatuur. Dan zeg ik, ja, Nederlands literatuur, een beetje contradictio in terminis, toch? Nederlands literatuur. Op dat moment is de helft van het groepje waar je mee staat te praten al zo onder de indruk van Micha die de wereldliteratuur zegt te lezen. Heb ik niet letterlijk gezegd, maar dat denken ze. Dat zij niet meer twijfelen aan, zou ik maar zeggen, wat ze al wisten, namelijk dat ik briljant ben. Die andere groep, die is dus, dat is een heel ander verhaal, want die gaan gewoon door met mij over Amerikaanse, over Engelse schrijvers. Die vinden dat leuk, dan gaan ze daarover praten. Want dat lezen zij ook. Nou lees ik altijd de boekenbijlagen van de krant, dus ik weet wel een beetje wat er speelt. Dus ik kan over ieder boek wel iets zeggen wat klinkt alsof ik er wat van weet. Ik heb bijvoorbeeld de Booker Prize, hè, die is als die dan uitgeloofd is en ik hoor de naam van diegene die hem gewonnen heeft en zeg, ja, die heeft de Booker Prize gewonnen. Hè? Ja, ja. Vond ik ten onrechte. Ja, ja, stonden andere boeken op de shortlist die ik het meer had gegund dit jaar. En langzaam zie je mensen denken, shit, hij heeft gewoon de hele shortlist gelezen. En dan ga ik daar overheen en zeg ik, ik vind haar wel goed. Ze heeft een aantal boeken geschreven die ik prachtig vind, maar dit boek vind ik niet het meesterwerk. Op dat moment zie je iedereen denken, shit. En wij lezen gewoon te weinig. Wij kijken televisie terwijl Micha gewoon 2 romans per dag erdoor jaagt. Op nog weer een kleine groepje, laat ik zeggen, 4 man na, die dan met mij beginnen te babbelen over inderdaad nog meer. En dan vragen ze aan mij van, heb je nog een tip? En dan zeg ik, je moet de jonge Aziatische schrijvers in de gaten houden. Grote tip. Dan nog, in mijn vriendenkring zijn er altijd wel een stuk of 3 die zelfs daar niet van ophouden. Die gewoon doorgaan, die dat leuk vinden. Die denken, ja, jonge Aziatische schrijvers, want dat lezen ze ook allemaal. En dan, nou, dat wordt steeds moeilijker. Bijvoorbeeld, dan krijg je zo'n moment dat iemand tegen mij over Murakami begint. Daar heb ik nooit iets van gelezen. Maar dan zeg ik, heb ik gemerkt dat je dat best wel kan doen met een schrijver die niet gelezen hebt. Dan zeg ik, oh, die Murakami vind ik een beetje een dilettant. Nou weet ik niet precies wat een dilettant is. Maar als je een schrijver een dilettant noemt tegenover iemand anders, dan zijn er eigenlijk maar 2 mogelijke reacties. Of diegene weet ook niet wat een dilettant is. En die zal dan reageren van een dilettant. Ja, nee, dat vind ik ook. Ophouden met de discussie. Of diegene heeft wel degelijk Murakami gelezen. En die zegt dan, dilettant. Nou, dat is nogal een mening. Maar ik geloof dat ik snap wat je bedoelt. Nou, ook goed. Dus op dat moment sta ik nog steeds op het hele dunne ijs, zou ik maar zeggen, van de poses die ik aanneem. Maar dan komt het onvermijdelijke moment van, Micha, waar ben je nu mee bezig? En dan zeg ik, Kumiko Shinichi. Ja, is helaas nog niet in het Nederlands vertaald. En Kumiko Shinichi is een jonge Japanse schrijver van 28... die zich in zijn werk afzet tegen de strakke hiërarchische cultuur die Japan als het ware al jaren in een wurggreep houdt. Dat staat op de Wikipedia-pagina, dus dat zal juist wel waar zijn. Volgende vraag die ik dan krijg, van goh, waar gaat dat boek over? Dus ik vat dat boek dan kort samen, althans ik herhaal de samenvatting die ik uit mijn hoofd geleerd heb door op de Wikipedia-pagina te kijken. En op dat moment sta ik echt met lege handen. Nog 1 vraag en mijn hele kaartenhuis stort in en ik ben ontmaskerd. Maar dan richt ik mij tot die hele andere groep van mensen die al heel lang helemaal onzeker naar ons staan te kijken. En dan kijk ik naar die laatste 2 mensen en dan zeg ik, sorry, maar zullen we nou ophouden met dat gepapapau over literatuur? Laten we het over het Nederlands elftal hebben. En dan ben ik nog een getapte jongen ook.
En mijn vriendin spreekt Japans. Ik heb die show anderhalf jaar gespeeld voordat ik de tv-opname had. En pas na de tv-opname zei ze, maar Komiko Shinichi, dat is geen man, dat is een vrouw. Want Komiko is een vrouwennaam. Dus zie je, mijn vriendin heeft me wel door. Is dit hoe je ook echt tegen cultuur aankijkt? Ik bedoel, is dit een reflectie op jezelf en op je positie? Nou, is dit een grap? Volgens mij zeg ik niks over cultuur hierin, toch? Ik zeg niet dat ik tegen... Hoe bedoel je dat dan? Ik bedoel misschien meer te zeggen, is dit hoe je zelf ook bent? Want dit is natuurlijk een grap en je trekt heel veel dingen... Nou, ik had een voorstelling daarvoor gemaakt die een beetje draaide om de observatie. Sommige mensen vinden mij arrogant, maar daar spuug ik op. En daar... omdat ik dan dus gezegend ben met een theatervorm die niet serieus genomen wordt, was meteen de consensus bij alle recensenten. Hij is wel leuk, maar een beetje arrogant. En toen dacht ik, dan ga ik de volgende voorstelling, wordt het tijd om dat beeld, ik kan dan de rest van mijn leven dat typetje volhouden. Wil ik laten zien dat dat allemaal wel meevalt. Maar ik geloof dat er... Ja, het is gewoon een eerlijke manier van laten zien hoe je een gesprek voert. Of nou over literatuur gaat, komen daarna nog allemaal voorstellingen over hoe je het met voorbeelden, hoe je het met moderne dans doet. Dan zeg je, Rudy van Danzig herhaalt zichzelf een beetje. Dat kan je ook over iedere kunstenaar zeggen. En dan zit je ook altijd goed. Dus had ik dan allemaal voorbeelden van. Dus dat, het is niet, ik hou heel erg van, ik zou heel graag veel meer lezen. Maar ja, er is maar een beperkte hoeveelheid boeken die ik kan lezen. Ja. We hebben het eerder heel kort een stukje van Seinfeld gezien. En ik weet dat Jerry Seinfeld, die ook vaak met heel alledaagse materialen iets maakt, dat die in een café zat met een notitieboekje. Als je dit soort dingen bedenkt, zit je achter de schrijftafel? Of komt ja, het Jerry Seinfeld, die mediteert dan. Want ik heb het laatst gisteren helemaal gelezen in een interview. Eerst gaat hij 2 uur ontbijten met iemand, dan mediteert hij, en dan gaat hij schrijven en dan mediteert hij weer. Nee, ik bedenk alles op het podium eigenlijk bijna, waar het publiek bij is. Ik ben daarvoor wel heel erg bezig en ik zoek wel een soort eenzaamheid op. Ik ga proberen een beetje alleen te zijn voorafgaande aan het schrijven van een nieuwe voorstelling. Een van de redenen om ja te zeggen tegen zoiets als dit is dat ik denk, oh lekker, dan kan ik naar Arnhem, dan ben ik even een poosje in mijn eentje in de auto en dan kan ik een beetje nadenken. Dan komen er allemaal ideeën, maar pas als er publiek bij is, zo werkt het voor mij. Ik vind dat helemaal niet chic. Maar pas als het publiek bij is, dan beginnen mijn hersenen zo hard te werken dat ik knopen door kan hakken. Ik heb het met schrijven, ik kan wel in mijn eentje schrijven, ik heb een column iedere week, maar dat is ook omdat ik een deadline junk ben. Dus op het laatste moment, dan pas kan ik knopen doorhakken. Dus daarom zit er denk ik nooit een roman in bij mij, hoezeer ik die vorm ook heel erg bewonder. Maar dan moet je toch heel erg lang, zonder dat iemand reageert of erbij is, aan iets werken. En dan, ik heb dus de hele tijd nodig van luisteren ze nog of beginnen ze te hoesten. En dat, als ik die scherpte voel, dan, en zo doe ik iets van 40 try-outs en dan ontstaat langzaam een voorstelling die ik zelf ook niet had zien aankomen. Ja. Dus het is niet zo dat je nu naar Arnhem loopt en door de straat en dat je iets ziet en denkt, oh, dat wordt echt mijn volgende show of daar zit een grap in. Het is meer dat je pas veel later op het moment dat je een auto... Ja, maar ik vind Seinfeld, ik vind het heel bijzonder. Omdat het zoveel gezien is, raak je er een beetje aan gewend. En ik vind het ook een heel erg belangrijke, als je die termen wil gebruiken, vorm van kunst. Omdat het eigenlijk gaat kunst over de relatie van het individu ten opzichte van zijn omgeving. Van jouw lichaam ten opzichte van de wereld, van jou als individu ten opzichte van de groep. Daar gaat alle kunst over. Hoe het is om eenzaam te zijn. How to be alone, heet de essay bundel van Zadie Smith. Zie je hoe ik neem ze op? Dat is van Jonathan Franzen trouwens. Had ik je nog bijna voor de gek gehouden. Maar how to be alone, dat is waar kunst om gaat. Hoe het is om alleen te zijn. En hoe je je verhoudt tot objecten. Dus dat is observational humor. Van alleen maar nadenken van waarom is er eigenlijk de wereld zo raar en ik snap het niet. Dat vind ik heel mooi. Alleen wat ik niet fijn vind aan Seinfeld is dat het een grote opsomming is van dat soort observaties. En dat is alsof iemand voor mij anderhalf uur zonder pauze haiku's voor staat te dragen. Dat kan ik allemaal niet. Hoe goed ze ook zijn, op een gegeven moment denk ik, ja, wat ben je? Wat heb je hard zitten werken in dat café? Maar ik hou het niet meer bij. Dus voor mij vind ik het fijner als een voorstelling, behalve dat soort korte
vezeltjes. Ook wel een theatervoorstelling van anderhalf uur, dat daar iets gebeurt met een begin en een einde. En dat, dat het dus ook een beetje een essay is. Ja. Ja, want je lijkt in je voorstellingen echt te heen en weer te gaan tussen soms heel grote thema's en echt heel erg kleine thema's. Van ziekte tot, misschien laten we dat zo nog zien als we tijd hebben, de wekker die snoest. He, je gaat heen en weer tussen heel grote en heel kleine thema's. Maar dat zijn dus niet thema's die je zo nu en dan daar pikt. Maar je denkt daarover na, dat is niet puur observationeel, maar je maakt er ook een verhaal van. Is dat een goede samenvatting? Ja, dat is wat ik dus een beetje geleerd heb over dat. Zodra ik begin met het maken van de voorstelling, dan denk ik, ik moet iets belangrijks maken. Want straks komen de critici en het moet iets zijn waarvan mensen zeggen, wauw, dit is. En dan, zodra ik zo denk, komt er helemaal niets. Of er komen verschrikkelijke platitudes waarin ik de wereld probeer te verklaren. Wat dodelijk saai is. En als je het al doet, geef dan een college op de faculteit van filosofie. Dat mensen daarvoor komen en dan gaat het daarover. Maar dat is geen theater. Je wilt toch, ik wil dat er ook dat je iets meemaakt. Ik wil zelf iets meemaken. Dus dan moet ik dat helemaal los gaan laten. Wat ik dan doe, is dan bedenk ik gewoon alles wat ik enigszins grappig kan vinden. En dat probeer ik aan elkaar te doen. En dan krijg je een soort collage-effect. Je scheurt allemaal dingen uit kranten en tijdschriften zonder dat je weet wat je scheurt. En uiteindelijk leg je dat neer. En dan, dan wordt het iets, weet ik het, een naakte vrouw gemaakt van allemaal thermosflessen. En dat had je van tevoren helemaal niet zien aankomen, omdat je gewoon begon met dingetjes neerleggen. En dat is volgens mij hoe ik in ieder geval iets maak. En dat bevrijdt me. En dan moet je wel kritisch blijven van, als je het eenmaal aan het doen bent, wil je dat je het zo goed mogelijk maakt. Maar je kan nooit van tevoren de beslissing nemen wat je gaat maken, want dat is er nog niet. Ja. En als je die beslissing wel neemt, dan ben je dus iets aan het namaken. En dan kan je het net zo goed niet doen. Ja, zelfs als dat een naakte vrouw gemaakt thermosflessen. Ja, maar dus de neiging ook bij iedere nieuwe voorstelling, bij mij is altijd om weer iets te maken waarvan ik weet dat werkte vorige keer. Dat is wat Seinfeld eigenlijk altijd doet. Maar die doet het op een hele zuivere manier. Die pretendeert verder ook niks. Maar die show vind ik wel leuk. Maar ik kan niet naar zo'n voorstelling kijken langer dan een kwartiertje. Ja. Hoe situeer jij je? Daar heb je al nu iets over gezegd. We hebben net met Ben Heimor heel kort besproken dat we in de jaren 70 en 80 zien we een traditie van omgaan met die observaties, met die alledaagse dingen, die vaak heel cynisch is. Die vaak alleen maar dingen eigenlijk uit elkaar haalt en dan laat zien hoe raar het is. En dan heb je een traditie, misschien de kunst steeds meer nu, die ook het een andere richting op wil sturen. Die, zoals Ben Heimor net aangaf, misschien zegt, laten we een alternatieve route kiezen. Hoe zou je jezelf en je werk daarin situeren? Ja, dat is dus precies het misverstand dat ik tijdens mijn studie, waar ik zo lang de val waar ik ingetrapt ben, waarvan ik vind dat toch te veel cultuurwetenschappers die fout maken. Zodra je als maker gaat denken wat we willen en waar we heen gaan, dan ben je dus niet meer bezig met dat jezelf, je individu ten opzichte van de omgeving, maar dan ben je bezig aan te sluiten bij een groep en een mode. Wat allemaal prima is, maar dat zou nooit mijn beginpunt zijn. Mijn beginpunt is gewoon waar ik op dat moment mee bezig ben. Natuurlijk, achteraf als cultuurwetenschapper, ik lees heel graag een goed essay die zegt van, hey, moet je nou eens kijken, die mensen doen hetzelfde. Dat is misschien wel een stroming. En in de avant-garde had je mensen die bij een stroming elkaar opzochten en dan met elkaar een stroming wilden zijn. En dat vind ik ook hartstikke leuk en fascinerend om naar te kijken. Maar ik, op die manier, ik vind dat meteen al heel beklemmend worden. Want dan, voor je het weet, moet je iets geëngageerds maken. En dan gaan bepaalde mensen bepalen wat engagement is. Dus bijvoorbeeld, het is heel geëngageerd, denk ik, om een voorstelling te maken over de onderdrukking van de Palestijnen. Maar het is minder geëngageerd om een voorstelling te maken over het feit dat we in Nederland moordenaars nog steeds straffen, terwijl ze eigenlijk vrij zouden moeten zijn. Want daar is niemand het mee eens. Maar dat is ook een heel maatschappelijk thema, kan je ook vinden. Dus dan ga je dus spreken. En dat, dus iedere vorm van waar moeten we heen en zo, daar heb ik echt geleerd afstand van te nemen. Ja. En ik wil achteraf kijk ik wel eens voorzichtig en denk ik, oh ja, dat sluit wel daarbij aan. En dat is niet gek, want ik lees een boek en daarna maak ik een voorstelling. Dus ik heb invloeden en ik lees vooral altijd mensen een beetje die nu iets. Ik lees nooit iets van Graham Greene.
Terwijl dat was ooit een hele belangrijke schrijver. Vast nu nog, maar dan is er nu net weer iemand waarvan iemand zegt, dat moet je lezen. Nou, dan ga ik dat lezen, kom ik er niet aan toe. En zo ontstaat natuurlijk wel een soort zeitgeist. Maar het is, ik zou dat nooit als doel willen. Ik vind het heel leuk als andere mensen zo kijken, dat doe ik ook wel eens. Maar bij het maken speelt dat niet mee. Is dat ook, ik las dat je liever verward dan een moralistisch verhaal ophangt. Heeft dat met hetzelfde te maken? Ja, nou, ik vind, hè, dus dat ik heb wel eens geloof ik dat Philip Roth ooit zei, een roman is een vraagteken. Dat vind ik voor kunst sowieso gelden. Je stelt een vraag en het publiek moet het oplossen. En ik, dat wil ik ook als ik iets lees. Nee, ik dacht er nog te... Ja, het interesseerde me helemaal niet wat je aan het vertellen. Nee, ik weet niet, dat moeten we ophouden? Nee, nog niet, hè? Nee, nog niet. Oké. Okay. Ja. Oh, we hebben nog ruim de tijd. Nee, maar dat... Dus verwarren is volgens mij nooit een doel op zich. Want dat is heel makkelijk. Ja. Bijvoorbeeld wat ik dan net deed. Maar en dan kan ik gaan zeggen van... Goh, waarom heb je zo'n microfoontje? Waarom heb ik deze? En dan ha. Dat is voor mij niet... Nee, maar dat is niet mijn doel. Ik snap, omdat ik dit werk doe, snap ik de trucjes wel een beetje van verwarren. Een glaasje water omgooien en opeens een liedje gaan zingen. Maar dat vind ik niet zo moeilijk. Ik vind het ook vaak een onderschatting van absurdisme en abstractie om te denken dat gewoon dingen door elkaar gooien is. Ja. Mensen als Hans Steeuwen en Gumba, die ik dan dus bewonder en heb leren kennen. Dat zijn dus mensen waarvan ik erachter ben gekomen. Dat ze heel serieus nadenken over wat ze doen. En tegelijkertijd heel erg in staat zijn om zichzelf niet serieus te nemen. En gewoon te denken van ja, ik snap wel dat weer een stijve piemel achter op de Volkskrant, dat ik daar... geen poëzieprijs mee win, maar dat is wat er nu naar voren komt. Om niet te lachen, maar ja. Ja. Wat zeg je? Ik vind stijve piemels op Volkskrant lijkt me echt hilarisch, eerlijk gezegd. Ja, nee, ik vind het vaak ook de enige grappige plek. Maar, ja. Ik vind, ja, want ik vind als ik naar je voorstelling kijk, de laatste week heb ik natuurlijk als een gek zitten kijken, het was niet moralistisch en toch... Je gaat wel richtingen, die zijn dan misschien niet, heb je ze niet zo bedoeld, je wil niks vertellen. En toch, misschien simpelweg omdat je een verhaal vertelt, omdat dat een begin en een einde heeft, kies je wel bepaalde... Ja, maar ik merk dat ik tijdens het maken zo nu en dan iets lijk te weten. En soms hoor ik mezelf op het podium met het publiek uitleggen hoe het zit. En denk ik, nou dat moet er in ieder geval uit de volgende keer. Maar en als ik zo zeker weet hoe het zit, hoe kan ik dat tegenspreken? Kijken of er nog weer een paradox onder zit... En dat is A, is dat grappig? Dat je denkt dat je weet hoe het zit, blijkt het toch niet te kloppen. Dat is eigenlijk de definitie van een grap. En B, heb je dan als publiek, voel je je veel serieuzer genomen. Want iemand die jou gaat vertellen hoe de wereld is, dat je denkt, ja, ik kwam eigenlijk gewoon voor een leuke avond. En er zijn twee mogelijkheden. Of het publiek zit vol met mensen die dommer zijn dan mij, die dan allemaal zeggen, oh, dat is, ben blij dat hij dat ons vertelt. Nou, dan heb ik niet een leuk leven, want dan sta ik op te treden voor mensen waar ik eigenlijk niets mee heb. Of die mensen zijn slimmer dan ik. Dat is de andere. En ze zijn met meer, dus waarschijnlijk als je met z'n allen een vragenboekje op moet lossen, hebben zij meer antwoorden goed dan ik. Dus ze zijn slimmer dan ik. Nou, wat heb ik hun dan nog te vertellen? Dat weten ze wel. Ik kan hun wel vertellen, nou, het is misschien wel goed te weten, omdat Nietzsche dit en dit en dit. Tijdens een college, prima. Maar in de zaal, met mensen die naar theater gaan, daar ga ik er dan maar vanuit dat als ik het weet, dat zij het ook wel weten. Dus probeer er dan maar iets nieuws mee te doen. En dat is niet... Ik ben geen... Nou, dan blijft er niks anders over dan voor mezelf de vraag opnieuw formuleren. Ja. We hebben het hier over het alledaagse. Dat is het thema van de dag. En dus zijn we voortdurend benieuwd naar de manieren waarop kunstenaars niet alleen omgaan met het alledaagse, maar zich ook laten inspireren door het alledaagse. Laat jij je inspireren door het alledaagse? Ja, nou ja... onvermijdelijk, want ik maak verder niks mee, toch? Ja. Maar dat is wat het leven is. Maar ik had er ook over na zitten denken, wat mij te binnen schoot bij dit thema, en ook een beetje toen ik luisterde naar de vorige spreker over rituelen, is dat ik altijd bij theater steeds meer, daar is iets, ik heb altijd een eigenaardig gevoel, dat je denkt, ja, ik kom naar het podium op en dan moet ik grappig zijn, of ik moet iets vertellen, ik ga jullie amuseren, ik moet jullie ontroeren, of als ik in de porno zou zitten, ik moet jullie geil maken. Maar het is zo'n rare opdracht met dat verwachtingspatroon, dat het eigenlijk al niet kan lukken.
En tegelijkertijd is de reden dat je naar zoiets toe gaat, is omdat je denkt, ik wil iets authentieks meemaken. Dat is een hele rare paradox. Er is een cartoon van Gumba, waarin een zwaar rokende man tegen twee zwaar rokende smurfen zegt, jullie hebben makkelijk praten, jullie bestaan niet. En dat gevoel heb ik altijd als ik het podium opkom, denk ik, ja, eigenlijk is dit een verloren situatie. En dus het eerste wat ik vind dat je eigenlijk moet doen, is die situatie zelf aan de kaak stellen. Zodat je dat je meteen benoemt, ja, ik zit hier in een theater en ja, jullie zitten daar en dit is de afspraak, ja, niet zo letterlijk. En op het moment dat je dat doet, dan begin je een beetje te vliegen, omdat je dan begin je af te vragen, dan weet je, ja, deze voorstelling heeft een einde, laten we dat meteen ook maar zeggen. Dus dat is een neiging die ik heb, die ik heel mooi vind. En dat heeft dus te maken met een soort zoeken naar authenticiteit, ook op het podium en zo. Paradox is dat als je mij dan zegt, wat vind je het allermooist? Ja, dat is een toneelstuk waar ik naar kijk, waarin ik helemaal vergeet dat ik naar een toneelstuk kijk, waarin niemand mij de hele tijd eraan helpt herinneren. Ik vind het niet zo irritant zelf als een roman lezen waarin de schrijver opeens zegt van, hallo, ik ben de schrijver en ik ga nu een grap uithalen. Van die postmoderne grappen, word ik woedend. Dan denk ik, ja, hallo, ik zit een roman te lezen, laat me met rust. Ja. Maar ik vind met cabaret vind ik wel iets anders, omdat ik sta daar als mezelf. Dus dat is al een eigenaardig iets, want ik sta daar natuurlijk niet meer, ken jullie niet. Terwijl normaal, als je met iemand praat, ken je elkaar een beetje. Of is het een tweerichtingsverhaal. Dus dan heb je juist door de onnatuurlijke situatie een kans om daarin te gaan wrikken. Ja. Ik weet niet of deze vraag te beantwoorden is, want je noemde net Hans Steeuw, je noemde ook Goomba. Je werk doet me ergens ook heel erg denken aan Stuart Lee, de Britse komiek. Voel je jezelf een Nederlandse komiek? Even in de globaliseerde wereld. Is jouw alledaagsheid een Nederlandse alledaagsheid? Of is dat een alledaagsheid die veel groter is dan Nederland? Ik vind Stuart Lee absoluut heel erg goed. En iedereen moet daar vooral kennis van nemen. En ik vind het een heel groot compliment. Ja, ik helaas is mijn Frans niet zo goed om echt in Frans humor te snappen. Dus ik ben een beetje overgeleverd aan Engels en Nederlands. En dan zijn er heb je inderdaad Stuart Lee, die ik erg bewonder, en Doug Stanhope. En dus die zijn er mee. Maar ik beschouw me niet als... Ja, ik ben in het Nederlands, dus dat is dat. Ik heb ook in Engeland opgetreden. En toen had ik wel dezelfde perschef als Stuart Lee. Maar hij is niet komen kijken. Dat vond ik heel jammer. Omdat ik wel dacht, het is leuk als je iemand die jij bewondert jou ziet. En ik dacht, hij zou het ook echt wel leuk vinden. Maar dat is er toen niet van gekomen. Maar ja, ik probeer niet op die manier te denken. Want voor je het weet, ga je daar dan naar gedragen. In plaats van doen wat je leuk vindt. Ja. We hadden het net over Zeitgeist. Ik denk dat we nog een prachtig filmpje hebben over Zeitgeist. Iets dat misschien wel heel erg is van de laatste 10 of 20 jaar. Ik ben geen historicus. Ik weet niet hoe lang we deze apparaten die we nu gaan zien al hebben. Maar ik wil er kort naar kijken. Ja, deze voorstelling speelt zich af in een droom, heb ik dan net verteld. Belangrijk. Het begint ermee dat ik zonder broek het podium opkom en dan halverwege erachter kom dat ik mijn broek niet aan heb en dat het dus een droom is. Voorstelling, anders zou je je broek wel aan hebben op het podium. En dan ben ik heel erg opgelucht dat de voorstelling maar een droom is. Ik droom dan van de voorstelling die ik morgen moet doen. Dat is eigenlijk de voorstelling. Ik dacht dat dit gaat nooit 8 minuten duren. Maar ik heb toch op snoes gedrukt. Snap je, want dan is de droom nog met 8 minuten verlengd. Daarom zei ik het er even bij. Ja, ik denk... Druk op snoes, dan kan ik nog even zien of het een beetje aangekomen is. Maar ja, nu zit ik een beetje in een soort lege tijd. Dat is ook een beetje de vloek van snoes.
Nee, ik kon geen wekker kopen. Denk je, nou, ik sta heel veel wekkers. Ik kan geen keuze maken. Er komt zo'n man met zo'n vlotte babbel. Ik zeg, wat is het verschil tussen al deze wekkers? Nou, hij zei, je moet er in ieder geval één met snoes hebben. Oké. Okay. Wat is dat dan nou? Als je erop drukt, heb je 8 minuten extra slaap. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk vaak precies waar ik behoefte aan heb, vlak nadat de wekker is afgegaan. Dus het leek mij een waanzinnige uitvinding. Dus ik naar huis, maar wat blijkt, het is dus helemaal niet 8 minuten extra slaap. Het is gewoon 8 minuten minder slaap. 8 minuten waarin je denkt, shit, ik moet over 8 minuten wakker worden. Maar ik heb nog 8 minuten, echt slapen heeft eigenlijk geen zin meer. Dat is snoes. Als ik een advies mag geven. En mensen van de snoesindustrie, die hebben dat liever niet. Als je 8 minuten langer wil slapen, moet je de wekker gewoon 8 minuten later zetten. Want dan word je niet eerst wakker gemaakt, maar dan heb je echt die minuten. En dan slaap je lekker. Maar dat, ik heb dat eens op internet gezet, de volgende dag is eraf. Dat is, willen ze niet dat je dat weet. Maar goed. Nou, had je nog... Ja, dat concept van lege tijd. Je noemt daar lege tijd. En ergens, je noemde het zo, en het was zo weer weg. En ergens vond ik het heel typerend voor je eigen shows. Dat idee van lege tijd. Je lijkt voortdurend bezig te zijn met lege tijd. Tijd die natuurlijk helemaal niet leeg is. Maar die jij in die shows lijkt te ervaren als tijd. En je hebt dan een veel groter bewustzijn van wat er gebeurt. En kan dat naadloos vertellen. Of dat een grap is in een ziekenhuis. Of wat voor momenten ook. Ik heb geen idee of dat een vraag is of iets waar je misschien zo over zou willen vertellen, maar ik vond het heel interessant. Ik vind het heel leuk dat als ik iets gemaakt heb, dat het bij iemand zoiets oplevert. Maar ik had echt alleen maar bedacht dat ik het grappig vond om tegenover het publiek te zitten. En want dat hierna komt dan, dat ik nog 8 minuten heb, want iedereen weet, nu duurt het nog 8 minuten. En dat ik ook verder niks meer heb. Dus dan zeg ik op een gegeven moment, ja, ik heb ook niks meer. En dan krijg je een heel ongemakkelijk soort moment. Dat vind ik dan heel erg grappig. Maar ik denk dat het niet, het een het ander niet uitsluit. En ik denk dat ik heb er op die manier niet zo over nagedacht. Maar ik denk dat als je het zo zou willen deconstrueren, dat wel een thema is wat ik interessant vind. Namelijk dat de voorstelling 1,5 uur duurt en dat het van tevoren vaststaat en dat je toch de suggestie wekt dat dat niet zo is. En dat je daar dan vervolgens mee speelt, dat zit geloof ik wel, dat zit in die voorstelling met de snoes. En de voorstelling daarop geloof ik iets minder, maar dan de vorige voorstelling die ik maakte, daar zat een herhaling in van een kwartier. Een kwartier precies hetzelfde deed als wat ik 1,5 uur daarvoor had gedaan. Waar sommige mensen, hier in Arnhem liepen een paar mensen woedend weg. Die zeiden, dat heb ik al gezien. Ik kon daar niet op reageren, want ik moest nog 10 minuten herhalen. Dus dat vind ik dan een heel prettige soort val om in te zitten. En de voorstelling die ik nu speel begint ermee dat ik aan het publiek vraag van tot hoe laat hebben we? En dan vraag ik hoeveel het kost en dan reken ik uit op hoeveel ze recht hebben. En dan zet ik mijn stopwatch en dan moet het binnen dat moment, en dan is de hele tijd aftellen naar van straks is het afgelopen, hoe lang hebben we nog? Okay. Dus als je zo zegt, denk ik, ja, ik ben daar blijkbaar wel mee bezig. Maar het zijn allemaal dingen die om hele andere redenen ontstaan zijn omdat ik ze grappig vond. Oké. Okay. Maar dat vertrouwen, geloof ik, dat is wat ik geleerd heb. Dat als je het vertrouwen hebt als maker om te doen wat je leuk vindt, dat je dan soms op hele bijzondere plekken komt die je nooit had kunnen voorzien. En als je als maker het idee hebt, ik moet iets belangrijks maken, dan kan je ook wel iets belangrijks maken, maar zoals bij alle belangrijke dingen is het niet echt interessant, omdat het een soort respect vereist. En dan komt het niet binnen. Ja. Ik zou een voorstelling kunnen maken waarin ik een uur lang stilsta op het podium en dat mensen om me heen kunnen lopen. Dat soort dingen werden in de jaren 70 gedaan, heel belangrijk. En Kaufman. Maar Kaufman die deed dan weer iets heel grappigs, toch wel. Maar van dat dans, we halen die wand weg en dan mogen ze ons aanraken. Oké, wat ga je dan doen? Heb je nog iets leuks bedacht? Nee, dat is het experiment. Hè? Dat is vaak met experimentele kunst. Maar wij gaan nu iets doen. We gaan nu... Want wat nooit gebeurt eigenlijk is mensen dat ze en poepen op het podium
en Kafka voorlezen. Oh nee, dat is nog nooit gedaan. Nee, maar hoe vaak lees je in beschouwingen van kunst en zo van dit is nieuw. En die dwang naar vernieuwing is totaal oninteressant. Ja. Maar als je doet wat je leuk vindt, kan je toevallig soms iets verzinnen waarvan je denkt, hey, dat was nieuw. Of dat iemand zegt, wist je dat dat alles gedaan is? Dan zeg je, oh nee, maar ik vind het ook leuk. Ja. Niet zo erg dan opeens. Maar als het belangrijk is, is het heel erg. Want dan, oh, dat is al gebeurd. Ik wil iets nieuws verzinnen. Ja, over dat gebeurt. Dat is een laatste vraag. We moeten gaan afronden. Maar dat wil ik graag nog weten. Kun je nog iets vertellen over Echt Gebeurd? Want het is best wel een heel bijzonder project. Je hebt een eenmaandelijkse voorstelling waarin iemand een grappige anekdote uit zijn of haar leven mag vertellen. Niet een, ja, een tragische gebeurtenis. Is helemaal afgekeken uit Amerika. Daar heb je de Moth. En daar ben ik, toen ik in Engeland was, waar Stuart Lee niet naar mij kwam, heb ik dat ontdekt. En dat is, het is een verademing. Het is eigenlijk, het ziet er, als je niet weet wat het is, ziet het eruit als stand-up comedy. Er staat iemand achter een microfoon. Maar het enige wat wij vragen aan de mensen die met ons een verhaal komen vertellen, en dat doen we nu al 7 jaar, dat is een podcast van Echt Gebeurd. Er staan 60 verhalen op. Daar hebben we mensen vragen, vertel een echt gebeurd verhaal dat je zelf hebt meegemaakt. Het is eigenlijk de allernaakste vorm van theater. Want alle theatervorm is eigenlijk een verhaal. Vertel maar gewoon over die keer dat je kind verloor. Dat is niet per se een heel grappig verhaal waarschijnlijk. Maar het is wel een interessant verhaal om te vertellen. En dan proberen we wel mensen een beetje uit te dagen en te coachen. Dat het niet alleen maar een soort bekentenis is of een heel langdradig. Dat in ieder verhaal moet wel een kentering zitten waarin je iets meemaakt wat je niet had voorzien. En wat jou als mens veranderd heeft. En dan blijkt iedereen gewoon een goed verhaal te hebben. En de mensen die het het minst goed kunnen zijn vaak acteurs en cabaretiers. Die meteen denken, ook moet die zaal, ik ga het zo vertellen. En ik was, en dan luistert dan niemand meer. Want dan denken ze, oh, het is blijkbaar niet echt of zo. Terwijl als iemand op het podium staat en vertelt van, ja, ik ging naar, ik ben best zenuwachtig. Dan in plaats van dat je denkt, nou, dat is wel jammer hoor, want ik had kaartje gekocht. Dan denk je, oh, wat is er? Dan ga je voorover zitten en dan ben je benieuwd. En dat maakt het een hele leuke theatervorm. En we hebben dan iets van gemiddeld iets van 5 vertellers die allemaal een verhaal van 1 minuut of 7, 8 mogen vertellen. En 1 iemand die voorleest uit zijn puberdagboek. Dat doe ik met Paulien Cornelissen. Ja. En Eva Maria Staal, die dan niet zo vaak op tv is, maar wel een heel mooi boek geschreven heeft. Oké. Dankjewel. Ontzettend bedankt voor Micha Wertheim.